Holland niet langer in spanning. Wie wordt Mr. Green Belgium 2017? Mr. Green Belgium 2017 is geworden. Naast mij heb ik de eer en het genoegen om de kerstverse nieuwe Mr. K Belgium te staan hebben. En dat is onze Jamie. Goed, Jamie, van harte proficiat. Dankjewel, dankjewel. Had je het een beetje verwacht? Absoluut niet. Gewoon, ik was de jongste van heel de hoop. En ik denk gewoon, ik heb mijn hele show gesmeed en ik heb me gewoon rot geamuseerd. En het drinkt allemaal, het moet allemaal nog binnen drinken. En ik vrees als ik morgen opsta dat het nog niet binnengedrongen zal zijn, maar... Het is ongelooflijk. Ik ken dat, het duurt even. Ik ga daarover mee spreken. Wat was jouw campagne eigenlijk het afgelopen maanden? Mijn campagne was acceptatie van LGBT'ers op de werkvloer. Ja. En daarmee hoop je nu ook iets uit te werken? Zeker wel. Als je weet dat er 2-3% van de Belgische werknemer fysiek geweld ondervindt vanwege hun aardheid, weten we wel van oké, ja, er is echt wel er is werk genoeg aan de winkel. Er staan ook heel wat dingen op het programma wat we van plan zijn om te doen. Daar gaan we nu nog niet al te veel over uitbreiden, dat zal de toekomst allemaal wel uitbrengen. Maar we gaan er ons volledig vol smijten, echt waar. En wat zijn uw verwachtingen van het komende jaar, vanaf morgen eigenlijk? Allee, vanaf straks? Vanaf straks, eerste keer een goeie drinken. En vanaf morgen, ja, staat er heel veel op het programma. Een hele drukke dag vol fotoshoots en interviews. En ik denk dat ik nog niet 100% besef waaraan ik mee moet verwachten zelf. Dus we gaan dat morgen allemaal horen. Ik denk dat het een heel druk jaartje voor jou zal worden. En ik hoop dat we elkaar nog heel veel gaan tegenkomen. Waarschijnlijk wel, sowieso. Ja. Oké, dan gaan we samen eentje drinken dan. Is het goed? Oké, geniet ervan, hè. Dank u wel, hè. Voilà, het einde van de verkiezing. We zijn terug bij Hilde beland. Hilde, hoe was jouw ervaring, jouw allereerste keer in de jury? Het was heel fijn om te doen. En ik heb ook geleerd dat de eerste indruk... van mij doorheen heel de wedstrijd gebleven is. En ja, twee van mijn top drie's die zijn hier ook in de top drie geëindigd. Dus zo fout zou het wel niet zitten met mijn smaak. Nee, zeker alvast niet. Dat is heel goed gedaan. En doorheen de avond, moet ik zeggen, vond je het wat aangenaam allemaal? Zo van... Ik ben eigenlijk positief verrast dat de jongens ook allemaal hun eigen levensverhalen verteld hebben. En dat heeft mij ook wel... ook wel soms wat aangegrepen, dat er nog zoveel werk aan de winkel is, ook in onderwijs. Dus ik ga ook wel kijken of ik niet wat extra inspanningen kan doen om leerkrachten nog wat beter te ondersteunen, om echt die stereotype rolpatronen te doorbreken. En jongeren moeten zichzelf kunnen zijn en je moet de kans hebben om jezelf te leren kennen. Dus op deze verkiezing is het wel mooi dat ze die campagnes kunnen voeren en met hun verhaal naar buiten komen. Ja, ik vind het super en ik vind het ook goed dat je je niet gedraagt als slachtoffer, maar heel positief kijkt. En dat vond ik van de winnaar zo plezant. Hij zei, ja, ik werk in tuinaanleg en ik heb gevoeld dat er heel veel werk aan de winkel is nog. Maar hij zei dat op zo'n positieve wijze dat je al goesting kreeg om naar hem te luisteren. En dat is een goede winnaar. Dus het is geen meester geworden, maar een tuinarchitect. Nee, maar Raf was natuurlijk ideaal omdat hij ook leraar is. Maar nu, het is iemand die nog heel jong is en dus heel dicht bij de leefwereld staat van pubers en jongeren. Dus we gaan jou zeker alvast nog mogen verwelkomen op een van onze evenementen. Met heel veel plezier. Oké, dank u wel voor het interview, Hilde. Dag.